Hier dus de cursus Windows 10, internet en e-mail. Ja, deze cursus valt in twee stukken uit hier. En dat is onder andere internet en mail. Hoe ga je een brief sturen? Hoe ga je een brief beantwoorden? Wat kun je allemaal nog meer weten? Foto's sturen, foto's ontvangen. Al die dingen worden dus gedaan in het laatste blok van een cursus hier. Wij hebben hier vandaag een inloopmiddag. Een invoermiddag moet ik eigenlijk zeggen, waar wij informatie geven over de activiteiten die wij hier in Almelo doen ten opzichte van de computergebeuren, tablet en iPad. En de opkomst, Joop, die is fantastisch. Ja, u hebt het gezien. Vanmiddag waren hier een aantal mensen meer. Ik zeg, jongens, eventjes ter attentie. Er kunnen hier vanmiddag 120 mensen voorbij lopen. Dat zijn mensen die daar aan het biljarten waren. Maar het kunnen er ook vier zijn. Wij weten het niet. Maar gelukkig is de opkomst goed geweest. Dus downloaden van internet afhalen naar uw eigen computer. Oftewel binnenhalen. Binnenhalen, ja. Nou, het installeren van programma's, hoe doe je dat? Ook dat doen wij hier. Wij leren nu ook hoe je programma's moet downloaden. Hoe je zo'n programma moet installeren op je computer. Wat is de bedoeling van het geven van een cursus voor SeniorWeb? Daar kan ik heel kort over zijn. Je wordt bijna wel gedwongen om digitaal te zijn, om geen digibit te zijn. En dan betekent dat dat de ouderen eigenlijk een klein beetje buiten de boot vallen. Daarom gaan wij cursussen geven en die zijn ook bedoeld voor de oudere groep. Dus SeniorWeb, de naam zegt het al, geeft over het algemeen lessen aan senioren. Maar het zal echt een keer zover komen dat het ophoudt, want de jeugd is al voorzien van de nodige kennis, maar de ouderen onder ons, en dan heb ik het over de leeftijdsgroep vanaf 55, daar geven wij lessen aan. Bestand opslaan, als je wat in de computer invoert, wil je het later ook graag terug kunnen vinden. Hoe doe je dat dan? Dan zie ik mensen binnenkomen die denken van, en zeggen ook, ja, ik heb eigenlijk helemaal niks met computers, met iPhones, met iPads, met tablets. Is dat wel wat voor mij? Ik heb al gezegd, je wordt bijna gedwongen. Want alles wat tegenwoordig gedaan en gezegd wordt en wat je moet doen, is al digitaal. Een klein voorbeeld, je bent op het ziekenhuis, daar word je al benaderd. Vindt u goed dat wij u de gegevens van uzelf, dat wij die dus intern hier gebruiken? En als je daarop ja zegt, voor hetzelfde geld moet je dan ook alweer inloggen en dan krijg je alweer met de computer te maken, je krijgt met DigiD te maken, want ook daarin zijn wij op dit moment actief. Kan je je voorstellen dat veel senioren een angst hebben tegen het digitale gebeuren? Jazeker kan ik me dat voorstellen. En ik vraag zelf ook wel eens van, jongen, welke kant, waar gaat het dan naartoe? Wanneer gaan jullie beginnen? Wij gaan beginnen woensdag, dus woensdag over 14 dagen, 5 februari. En dan zijn het voor Windows 10 9 aaneengesloten lessen. Maar die aaneengesloten betekent wel dat wij de cursus verdeeld hebben in twee groepen. Een groep Windows leren en dat zijn 5 lessen. Internet en mail, dat zijn de resterende 4 cursussen.